De tariefaanpassing van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, uitsmeren over 36 maanden is niet mogelijk. Dit maakte de vertegenwoordiger van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, Anastasia Gusina, gisteren bekend. De minister van Financiën en Planning heeft samen met de IMF-vertegenwoordiger en de governor van de Centrale Bank een persconferentie belegd over de zesde review. Gusina gaf tijdens dit persmoment aan dat de uitvoering van de tariefaanpassing niet anders kan geschieden. Nobody wants to sacrifice willingly. There is no such thing as a willing sacrifice. But people also have to understand what is the alternative. And the alternative is much, much worse than the fiscal consolidation that we have under this program. The alternative is depreciating exchange rate. The alternative is hyperinflation that eats away at your pockets much faster than what the extra few dollars you will pay for the electrical bill. There are some proposals floating around. Could government do it in 36 months? Unfortunately, that would not work with the fiscal numbers, not just with the IMF program, but with the budget that the government has for itself. So that is out of the question. The phasing out has to happen more aggressively than 36 months. But the government, I think, has done a very good job in trying to protect the poor and even middle income households, because there is still subsidy that is provided on the electricity bill itself. De kanttekening geplaatst door het IMF bij deze zesde review is nog steeds een betere uitvoering van het sociaal programma. Tijdens de vijfde tranche heeft het IMF al aangegeven dat er verbetering moet komen in de uitvoering van het sociaal programma en dat er ook moet worden gekeken naar de lonen van ambtenaren. Het uitblijven van de structurele uitvoering heeft tal van factoren, gaf minister van Financiën en Planning Stanley Raghubarsingh aan. Verschillende redenen. Eén is dat we een overshoot hebben van belanghebbenden, mensen die aangeven behoefte te hebben aan het sociaal programma. We hadden gerekend op 90.000 mensen. We zitten nu aan boven de 132.000 mensen. Dus meer dan 50% mensen meer die dat aanvragen, dat is één ding. Die betaling moet zoveel als mogelijk komen uit je reguliere inkomsten. Ik wil dat niet betalen uit leningen, want die leningen gaan we terug moeten betalen. Leningen heb ik het liefst naar investeringen die terug gaan verdienen. Maar er is een gigantische overshoot. Er is dat moet beter uitgevoerd gaan worden. Dus de snelheid van betalen is het probleem niet. Je kunt het betalen, je kunt het uit de leningen betalen. Maar wij willen dat het ook echt eerlijk gebeurt. Wij willen dat wat betaald wordt ook zuiver is. Dat wie er recht op heeft, die het krijgt. Hetzelfde wat we zeggen voor het ambtelijk apparaat. Wie er geen recht op heeft, moet dat ook niet krijgen. We gaan dit sociaal programma wel, ook Financiën gaat daarin volledig meewerken. Dat wij bij de komende review de targets wel halen.